small, think big. Dat is de titel van het ondernemersprogramma van Sunweb TV, welke u vanaf nu elke zondag zult kunnen bekijken. In deze eerste aflevering hebben wij een gesprek met Irvin Wisse. Hij is de eigenaar-uitbater van Minami en hij vertelt in een gesprek met Demigiel wat hij precies doet. Hoe is hij ooit begonnen? Kortom, een heel leerrijk programma waarbij wij het licht, de spotlight eigenlijk, plaatsen op de ondernemer. Volgt u mee. Ik ben Irvin Wisse. Ik ben geboren in Rotterdam. Ik ben 34 jaar oud. En dat is Irvin. Waarmee hou je precies bezig? Ik hou me bezig met mijn bar, lounge. Ik heb een platenlabel waarmee ik me ook bezig hou. En ik ben met een resort bezig achter Sanderij. Hoe bent u op het idee gekomen om met de onderneming te starten? Dus ik wou altijd al iets ondernemen en toen kwam het ervan en toen kwam opeens corona, dus dan moest je iets met je creativiteit doen. Dus ben ik gaan nadenken van wat kan ik doen en toen zijn deze dingen zijn er toen uit ontstaan. Het heeft het meest te maken met de entertainment branche als ik het goed heb. Waarom heb je gekozen voor deze branche? Ik ben altijd al met artiesten omgegaan en mensen vroegen me altijd van waarom doe je er niks mee enzovoort. Het heeft wel jaren geduurd voordat ik er wat mee heb gedaan. Maar uiteindelijk ben ik een label begonnen en een label hoort een beetje bij de entertainmentwereld. Ik heb een bar, dus die dingen horen een beetje bij de entertainmentwereld. Ze connecten dus allemaal met elkaar? Toch wel, ja. Hoeveel artiesten zijn aangesloten bij de label? Nu op dit moment zijn er 2 artiesten aangesloten. En hoe gebeurt dat? Het scouten, worden artiesten gescout? Mogen artiesten zich gewoon komen aanmelden? Soms worden ze gescout, soms melden ze zich aan. En daaruit maken we een balans van passen we bij elkaar of passen we niet bij elkaar. Want er zijn natuurlijk verschillende genres. Dus je moet altijd kijken of het gaat lukken samen. En bij deze artiesten wat ik nu heb is het gelukt. Maar ik kan niet, er zijn zoveel aanvragen van artiesten die zich bij Minami Records willen aansluiten. Maar je kan sowieso niet elke artiest nemen en niet elke artiest denk ik dat bij ons zou passen, denk ik. En andersom. Wat is jullie doelgroep dan? We hebben niet een specifieke doelgroep. We kijken gewoon per persoon of per artiest kijken we gewoon van, kunnen we een samenwerking aangaan? En als dat zo is, dan gaan we een samenwerking aan. Okay. Doet u zelf ook aan de productie van muziek? Nee, in principe niet. Ik heb niet veel verstand van instrumenten of wat dan ook. Ik heb gewoon een luisterend oor. En als het goed klinkt, dan gaan we het uitbrengen. Als ik het niet goed vind klinken, dan vraag ik of er een paar aanpassingen gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk moeten jij en de artiest moeten toch samen eruit komen. Je kan niet, omdat ik het mooi vind of omdat hij het mooi vindt, dat we het moeten we het mooi vinden. En dan brengen we het product naar buiten. Okay, hoe lang bent u al bezig? Nu bijna 3 jaar ongeveer. Wat inspireert u om verder te gaan? Kijk, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de Surinaamse views op YouTube bijvoorbeeld of Spotify of wat dan ook, zie je dat de Surinaamse muziek toch een groei maakt. Kijk, bepaalde artiesten nu scoren een miljoen views binnen een maand of 2 maanden. En dat was vroeger een droom van een Surinaamse artiest om een miljoen views te halen op YouTube. Maar nu zie je dat het veel gemakkelijker is geworden dan toen. Ze behalen het veel sneller nu. En waar wordt de muziek allemaal afgezet? Op alle digitale, bekende digitale platformen zoals Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, noem maar op. Alle bekende platformen in principe. En mogen we weten wie de 2 artiesten zijn die zijn aangesloten bij de label? Nu op dit moment heb je Gili Aka en je hebt ook Gelfaro. Ja. Okay, en hoe heet je muzieklabel? Minami Records. Ja. Maar we zitten in Minami Liquor. Wat houdt Minami Liquor precies in? Minami Liquor is een bar waar we cocktails verkopen. Je kan hier shisha roken. Je kan gewoon gezellig muziek hier komen luisteren. We hebben soms karaokeavonden.
We hebben soms Ayukait, Wings. Dus we hebben verschillende thema's. Dus we proberen iedere keer wel wat, met wat nieuws te komen, zodat we de klanten toch blijven aantrekken. En hoe bent u op het idee gekomen om zo een lounge te openen? Eigenlijk heb ik, was het geen lounge. Het is een soort lounge geworden door corona. Ik had, mijn concept hiervoor was eigenlijk dat we alcohol aan huis zouden leveren. Of niet per se aan huis. Maakt niet uit waar je was. Zolang je belde, dan zouden we het voor je leveren. Maar toen is corona in het leven gekomen. Dus moest ik mijn concept wijzigen. En hoe zit het met concurrentie in de branche? Hoe ga je daarmee om? In elke branche heb je concurrentie. En concurrentie kan soms goed zijn en soms niet goed. Maar ik zie het als goed. Dat houdt me scherp. En ja, dan weet je dat je creatief moet blijven. Dat je niet gewoon achterover kan gaan leunen en alles op je af laat komen. Dus je moet creatief blijven. Dus concurrentie vind ik in dit geval goed. En het maakt je beter, houdt je scherp. Dat soort dingen, ja. Welke obstakels heeft u allemaal moeten overbruggen met het beginnen van de muzieklabel van Minami Liquor? Mijn obstakels waren dus dat ik niet open mocht gaan. Er was avondklok, er was lockdown. Dus ja, daar zat ik dan met de gebakken peren. Je hebt mensen die je moet, je hebt werknemers, je hebt een huur die je moet betalen enzovoorts. En dat is een van de grootste obstakels die ik had en die ik toch heb overwonnen in de coronatijd. Zijn er plannen om verder uit te breiden? Ja, sowieso. Er is veel vraag in het zuiden. Dus daar praat ik over dat ik klanten heb. Dijkveld, Latour. Verschillende wijken in ieder geval die niet in het centrum zijn of noord. Dus ik zie wel dat ik in de toekomst toch een filiaal zou moeten openen. Misschien in Zorg en Hoop of Latour, ergens waar centraal is in het zuiden. Suriname zit momenteel in een zware economische situatie. Dat is zeker een grote uitdaging voor ondernemingen. Hoe gaat u daarmee om? Klopt, het wordt met de dag zwaarder. Je ziet zelf hoe de koers zich profileert. En ja, als de koers zo doorgaat, zou je elke dag moet je prijzen aanpassen. Je moet je klanten iedere keer weer opnieuw vertellen dat de prijzen zijn aangepast. Komt ook weer een beetje raar naar je klanten over. Dus het is een hele vervelende situatie. Dus ik hoop dat er een snelle einde aan dit komt. En dat Santokki zijn beloftes nakomt in principe. Want dit heeft hij niet gezegd dat dit zou gebeuren. Waar ziet u het bedrijf over 5 jaar? Zoals ik al zei, ik wil nog een filiaal openen. Dus ik denk dat over 5 jaar, misschien wel korter, sowieso nog een filiaal of filialen erbij gaan komen. Ja. Zijn er ook plannen om de muzieklabel uit te breiden? Ja, sowieso. Alleen ja, je hebt dat niet in de hand. Je hebt het met de artiesten die komen en wat ze presteren enzovoorts enzovoorts. Dus sowieso wil je groter worden. Maar hoe groot we gaan worden, dat kan ik u nu nog niet zeggen. Dat ligt aan de artiesten in principe die gaan komen en wat ze presteren, wat voor hits ze gaan uitbrengen enzovoorts. Ja. En wat inspireert u om verder te gaan? Wat me inspireert is mijn kinderen sowieso, dat ik mijn kinderen kan inspireren om dit later over te nemen. Ja, dat is eigenlijk mijn voornaamste streven, dat het voortgezet gaat worden later als ik misschien niet meer ben. Ja. Zelf ben je begonnen in een hele moeilijke periode met de onderneming, de COVID-periode. Dat is een periode waarbij heel veel ondernemingen hun onderneming moesten opzeggen, maar jij bent toen begonnen met jouw onderneming. Wat zou je ondernemers willen aanraden? Heb je een boodschap of een quote voor ze? Want het is een hele moeilijke tijd. Is gewoon hard werken en niet opgeven. En gewoon je doel nastreven. U heeft zo'n gesprek gehoord van D. Miguel met Irvin Wissel, de eigenaar van Minami. En hij heeft dus meer verteld over zijn onderneming, wat hij allemaal doet, hoe hij is begonnen, maar ook waar hij uiteindelijk naartoe wil gaan. Want dat is ook mooi om te weten. Blijft u het volgen, elke zondag dus het programma Act Small, Think Big. Een programma waarbij we vooral de ondernemers in het zonnetje plaatsen.